Ja, Eline en Etze, jullie zijn volgens mij hartstikke populair vandaag, of niet? Ja. Beschrijf eens het moment dat jullie op die knop mogen drukken. Het was heel erg leuk, maar ook heel erg spannend. En het geluid achter ons was wel echt heel erg hard. Ja. Jullie hadden, ik hoorde Frank Rijkert iets zeggen over jullie hadden iets ingestudeerd. Ja, we hadden wel geoefend. Ja, het is natuurlijk heel moeilijk om een rode knop te drukken, hè? Nee, niet echt heel moeilijk, maar wel spannend. Ja. Hey, wat vinden jullie van het logo eigenlijk? Ik vind het heel erg mooi en vooral dat het zo lekker rustig is. Dat maakt het wel echt gewoon kort maar krachtig. Ja, het is wel een bijzondere dag vandaag, hè? Ja, zeker. Het is een verjaardag. Ja, dan is het natuurlijk hartstikke leuk om binnenkort ook een wedstrijd van Ajax te gaan kijken. In die Johan Cruijff Arena natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Ben je fan van Ajax? Zeker. Ik ga ook heel vaak naartoe. Ja? Ja. Dit jaar doen ze het niet zo goed, hè? Nee, niet echt. Nou, hopen dan vanaf volgend jaar beter. En dan zijn jullie hier ook waarschijnlijk wel aanwezig. Zeker, we gaan zondag ook naar een wedstrijd, dus daar hebben we heel veel zin in. Hoe was het trouwens om naast Frank Rijkaard te staan? Heel cool. Ja, Frank Rijkaard, beschrijf het moment dat dat logo naar voren komt, dat je op die rode knop drukt met die kinderen. Ja, nou, daar hebben we het natuurlijk van tevoren doorgenomen, maar het blijft een uniek moment. Ja. Ja, van tevoren dacht ik al een prachtig eerbetoon aan Johan Cruijff. De man die Ajax in Amsterdam zoveel gegeven heeft. En ja, voor mij extra leuk dat ik de drie kinderen van Eberhard van der Laan bij me had. Erbij waren om mij te steunen. En ook in de wetenschap met het verhaal dat Eberhard van der Laan zich zo ontzettend sterk heeft gemaakt. Ook in zijn bijdrage heeft geleverd aan de naamsverandering. Ja. Toen jij het verzoek kreeg om dit te doen, daar heb je zeker niet lang nagedacht. Nee. Ten eerste is het eervol en ten tweede help je op die manier. Want wegens verplichtingen kon niet iedereen hier zijn. En voelde ik me wel het laatste onderdeeltje in heel veel schakels natuurlijk die hier keihard aan gewerkt hebben. Ja. Dan hopen we natuurlijk ook dat Ajax op sportief gebied hier misschien mede door deze naam ook wat beter gaat presteren. Ja, nou ja. Hou je het nog een beetje in de gaten allemaal? Ja, natuurlijk. Maar wie weet. Ik bedoel, Johan Cruijff Arena, dat werkt zeker inspirerend. Dat is natuurlijk een prachtige naam om in zo'n stadion of arena te spelen. En laten we hopen dat het ook zo uit gaat pakken voor Ajax in de toekomst. Wat zou Johan nu denken in de wetenschap dat dit is gebeurd? Ja, ik denk toch dat hij wel trots zou zijn hierop. Ja. Nou, het is ook niet niks natuurlijk. Hè? Welke vraag heb je vanavond nog niet gehad? Deze laatste. Sluiten we daarmee af. Dankjewel.